Astrid kind was in feite zot van motto's. En die zei altijd al, van Astrid kind wordt later als ik groot ben, dan koop ik me een Harley Davidson. Een Bordeaux. En dan ben ik was van Astrid kind wordt altijd geld in zijn spaarpot ontsteken. Als er groter wordt, ging er plakken. Of ik ging helpen sorteren, of kasken stapelen, of snoeien in de winter, maar voor iets bij te verdienen. Toen er wat kwamer wordt, ging er helpen gaan showspelen, pinten wassen, voor iets bij te verdienen, voor zijn Harley Davidson. En aan een dag begon er zijn geld bedienen te leggen en ja, genoeg voor hem die Harley Davidson te kopen. Dan ging ik hem bestellen, dan moest hij wat erop wachten, en toen was het een groeiende dag dat zijn Harley Davidson wordt gelijk. En dan stond er te blinken in de vitrine een Bordeaux. Oh, die man, die zijn hart kon kopen als er die motto zag staan. Die man van de winkel die aan me wat uitleggen geven, hij zei dat in het verdaan, je moet opletten voor dat. En die produit zou ik nemen voor de kromei op te wrijven. En die voet zou ik nemen voor de lak. En oor zaal, zei die man, ze hebben een schone zaal, maar het is een delicate. Dat is kalfsleer. En je moet oppassen, weer en wind en sna en regel op dat leer, dat u dat leer sprok weet, dat je breken. Je moet altijd zorgen dat dat leer goed vettig gaan wordt en goed ingevrijven wordt. En de beste meidje is, wrijf hem regelmatig in de vaseline. Het kost elkaar niks en je gaat zien dat je wonderen en dan is die motto en die zaal gereed voor 100 jaar. Enfin, goed, ik heb hem door op die en ander product en een pers van zijn lip. En hij vertrokken de wijde wereld. En dan stopte nog iemand voor zijn afbak heel vol te doen. En door zei, het kost het tijd. Tot zover was er rond aan het trainen. En ineens zie je er iemand volle veld. En pop, 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 niet meer vooruit, niet meer achteruit, zonder een af. Dus hij doet een beetje dan dansen. Hij zit ik vol op veld, niet meer aan zijn haast te zien. En hij zonder één drap naft. Maar ziet, van weet ziet er door een winning staan. En hij zag dat hij leek branden. En dan, als ik mijn mot uit de token stuurde en ik vroeg me door een avond en een kruisje, dan kus ik misschien tot een afprobleem. En dan kan ik toch nog wat naft hebben vertaast. Goed. Hij stut zijn motto tot aan de winning, hij stut hij door de koer op zijn motto en hij klopt aan de achtertuig. Die boer kwam uit en zei, meneer, zei er, ik heb geen aanvallen met een kruisje, want mijn motto wil geen aftermeer, het wil en ik zou willen thuis geraken, alsjeblieft, leent me geen vallen. Och, zei die boer, ik leer ook juist geen vallen, ik vuur ook tot aan een afpomp. Dan krok je strak thuis, maar weet je wat, het is juist tijd verteerd en mijn vrouw heeft gekookt. Ze gingen te tofel zitten, alsjeblieft, wacht nog een kwartier en dan vuur ik op naar de afpomp. Maar weet je wat, zei die boer, kom in en zet nog een tofel, hij is hem genoeg. Het is eigenlijk geen restaurant, maar het is goed wat weten. Weten we erop sop, dan eet hem een kwartelet groen bonen en pataten. En achterna mijn vrouw wat krempap gekookt ze dus, ze kon eten. Enfin, goed. Het was tijd voor te eten, dus en ze zitten in een tofel en die boer zei met een man zit er gewoon. Uurt, ik ga nog zeggen voordat we beginnen te eten. En we het gewoon gezegd terwijl dat we aan het eten zijn. Dat is het reglement. En we het gezwijgen. Want de eerste die dit de woord zeggen, die moet dan afwassen. In 8 dagen heb je niemand gewoon mee gezegd dat we aan het eten zijn. Ze dus de vuil zochten en de taluren die redden al nog ontdekt zijn. Ze zijn het verwit. Maar kom, zit toch op. Enfin, goed. Die man zit op de dal. De boer, de barin. En over hem zit de dochter van de winning. Enfin, ze komen bij de sop. En ze beginnen de sop te eten. En dan beveelt ze nog op die dochter. Nog in zijn leggen. Ja, wat? Ze zijn een schoolkind. Goed voorzien van alles en uren. Ze mag er zijn. En terwijl dat er zo aan het speculeren wordt, kost er ineens zijn driften een minister. En een violeerde die op de canapé. Maar er was niemand die die woord zei, hè? Maar niet in af was stond, hoor. Dus door woord gezwegen,
ons een bonnet maken, Saas. Probeer veel te genoeg. Op de barren. Nog in zijn eigen om, mijn kind voor de naderbom, hoe zit er nog zijn? Alles die nog op zijn plek. En wie dat wil zijn, kan er zijn driften op een nief, mijn meester. En een dupe deed hetzelfde als dat er bij de dokter kwam. Maar niemand die het zei. Maar niet die nacht was stond er. En die aan K. En die wilde K op de dikke maag in de stief. Wat moet er doen? Naar een andere boer gaan voor de stief turen. Die dood hem afgesproken, alles gedaan, gereguleerd. De dag, de moment was door dat de stief moest komen. De kabeljong ging verder de stief in. Die man doet de kabeljong open en die stief stuurt door. Hè. Wie moet er hier denken? Die boer neemt de stief. Aat de kabeljong. En ging naar de ka. Die stief stieg eruit voor te springen. Boop in de ka ze erop er komt. Godverdikke, zei die boer, bijna daar weer op dat. Nog eens proberen, zei de andere boer. Ja, zei die, terug bij de stief. En die stief stieg terug eruit voor te springen. Hè. Wat? En die ka zit er weer op haar kont. Maar zei die boer, en die stier, dat kost me zoveel geld, haar rollen een trek te geven. En in de stier om er een ander hem af te laten. En die roep, hé hey boer, boer, ja, yeah, waar is het, zei er, was slecht gezien, hè. Die ka! Ja, yeah, zei die boer, waar is van die ka? Is die van Zepperen? Ja, zei de boer, die ka is van Zepperen. En wie bent je daarna? Mijn vrouw is ook van Dozen. Ja, wel, dat is een jongman die thuis tegenover woont, hè. En die heet M.A. En M.A. dat is zo'n beetje teruggetrokken. Maar op een dag was er toch een spikkeler en zei, ik moest toch eens wat meer onder de mensen komen. Ik moest nog wat volk leren kennen. Of misschien een metsken. Ik moest eens ergens zeggen, want ze kunnen gewoon dansen. Ik kan wel niet dansen, maar misschien als ik door een metsken kan vangen en dat toch heb, zei er, dat zou toch wel aangenaam zijn, hè. Maar, zei, dan moet ik nog het nief gaan stellen. Hij zei, ja, ik ga de stad in. Hè. De stad in, ik ga hem door een nief kostuum kopen. En ik ga de stapel stroot op. En bij M. Broeks komt er voorbij. En zei, tja, zet hem wel een kast. Maar ik ben mijn kostuum nog wel nieuwe schoen kopen. Die heb ik ook nog nodig. En ik ga door aan die talage letten. En wat zit er toch? Toen zit er lakeien schoen staan. Hij zei, wel, dat is het, zei er. Ik was er zot van. Ik binnen, ik ging dat kopen. Ik thuis was in de bazaar. Hè. En eerst s'avonds, maar ja, ik had gehuurd dat door in Vulm een spiegeltent wordt. Ja. En zei, misschien kan ze door aan zijn gaan. Hè. Ik liet hem op s'avonds, zijn kostuumetje, zijn lakeien schuntjes, blinkt er nog eens op. En hij zei, als ik naar binnen ga, moet ik me toch een beetje als een macho gedragen. Dat komt ze wat beter over, hè. En hij vertrek s'avonds naar Vulm. En ik kom daar aan, voor de spiegeltent. Daar wreeft er nog een schoot tussen zijn schoen op. En hier binnen. Toen staat er zo rond te letten. En daar, toen vult ze nog. Op twee metsjes zit gewoon een teufel zitten. En zei, tja, dat zijn er geen mensen. Daar kun je een zin van gaan vragen. Zij mag me toch een allure geven, hè. En ik doe op af, gelijk in een bandje, hè. Hier, vrouw. Dat is de laatste. Voor jou, zei dat metsje. Tegen mij.
En die pakt ze mee naar de dansvloer. En toen beginnen ze te dansen. Vraag je nog voor dat witsje ze. Maar hier ook voor zijn schoen. Maar even gestopt op een scherpe zot. En hier maar nog zijn schoen letten. Dat mensen ter zin met mijn ene voet dat ze het begin zo in. Hoe goed zuur zijn schoen daar de perfecte. Dat is het eigenlijk weer. Juffrouw, zei Terwijs. Heb je een slipje aan? Ja, meneer, zei hij. Een blauw, zei hij. Ja, meneer. Maar weet je dat? Ik zie daar mijn schoen, zei hij. Ja, de daas was gedaan. Ik doe dat mensje terug naar het plaak. Ik zei dat net tegen haar kamerad, maar dat is me een rare kwee. Die weet dat ik een blauw slipje aan heb. Wat weet je dat, zei ze. Ja, het schijnt dat in zijn lakeien schoen zit. Oh, zei hij, dat er mij maar niet kan halen, want ik heb geen broek aan, zei ze. Ze kon het al rogen, hè. Heeft er dat mensje toch niet aan. Eén of terug op aan. Juffrouw, Daase. Ja, meneer, zei dat de hoog, mijn lieve God. En die en toen beginnen ze te slouwen. Maar dat werd je niet interesseerd in de maag, nee, zuur. Als het schoen weer een toe. En door dit zit het erop, zo'n stasje daar bij je, zuur. Juffrouw, zei er. Heb je geen broek aan? Nee, u zei dat metske, meneer. Verwaar. Ah, God, zei er. Wat scheelt dan, meneer, zei dat metske. Ah. Ik dacht dat daar een post in mijn schoenen was. Tijd worden door een godsdienstlessen gegeven, dan wordt er een pater of een pastoor die dan zegt van geven. Ja, die pastoor had al de hele les uitgelegd over de zieltjes, over de zieltjes, over de zieltjes. En op het einde van de les is dan een vroeg verduren of de gasten het begrijpen hebben. En dus zijn vroeg was dus, hè, welk lichaamsdeel gaat als men dood is, welk gaat dan het eerste naar de hemel? En de gasten beginnen op noten te en mikte zich. Meneer pastoor, ik weet het. Ja, zei ja, de handjes. De handjes, zeg, hoe komt je daar nu bij? Ja, als die dode mens daar ligt, dan liggen die handjes, die liggen hier zo. En die steken eigenlijk het hoogst boven die mens uit. En dus dan gaan die handjes ten eerste naar de hemel. Ja, zei pastoor, dat kan dus. Hè. En dan mikte op de rest rijden. Meneer pastoor, ik weet niet, de handjes, de voeten. De voeten, zei pastoor. Hoe kom jij dan niet bij de voeten? Ja, zit, deze nacht zit, ik kon moeilijk slapen. Ik dacht, ik kan nog een glaasje water drinken. En ik ga naar de badkamer. En ik passeer aan de slaapkamer van onze papa en onze mama. En dan was ik een roezemoes zo. En ik dacht, ga eens even door de spleet kijken. En ik zie daar ons mama liggen met haar voeten in de lucht. En ik hoor ons mama roepen, oh God, ik kom. Maar gelukkig als een paard erop lag, anders worden we spek. Ja. Ze doen zo'n boer die aan fijn hem geblesseerd. Die hebben zo'n wogel om taartoon en die zijn vinger gepletterd. En die vinger, daar was het koord in aan het komen. Ja, en die mannen hebben van alles dran gezeten. Toen wordt er deze ene leg de wagen knabbelbruwen trap. Aan de deze ene leg er een blad van een rode kuilte rond.
Toen worden de derde die zeiden, we steken me weg in de deur van een ei. Maar daar hadden niks. In Turp had je ook nog een kwakzalver. Die koos ook van die jaren meisjes ook door nog vanaf. Ja. Enfin, een die kwakzalver en dan zei mijn vriend, zei er, beziet die vingeren. Zei die kwakzalver. Toen is het goed in ontkomen, jongen, zei er. Zie wat hij doet, gaat, man. Als dat contraire een aftrekt, dan worden we het wel niet. Weet je wat doen we dan doen, zei die boer. Als ik het weer, zei er, weet dat je voelt dat die vinger begint te kloppen, te branden, te pikken, te steken. Dan neem je die vinger en je steekt hem in een kuilkom. Je laat dat wat steken, je laat dat wat trekken en je gaat zien hoe in de dag je dat beter. Van de eerste dag doe je dat nog niet af. Maar als je dat wel doen zet, je gaat zien dat je hier. Die man had al een keer gedaan en je had gezegd dat er wat beterschap in wordt. Nou wordt een tijd van de pataten aan te doen en de pataten worden aan. En een waarin, die stonden hier aan op het veld, pataten te rapen. En ze worden aan het rapen aan de hele toe, totdat ze zeiden, ja, die vinger begint weer te pitsen en te steken. Kan het niet aardig, kan het niet aardig, moet thuis gaan zitten. Je moet die in de kaartkont gaan steken. Zeg. Je gaat beginnen toch niet achterlaten, maar zo wat pataten, voor dat toch wat je bij de kaak kunt, kun je bij mij toch ook eens zeggen. Wees ze bukken en ze nikt er een kilo doen. Ja, zei ze. Dat is wat mijn kont niet, hè. Maar mijn vinger ook niet. The old hometown looks the same as I step down from the train. And there to meet me is my mama and papa. Down the road I look and there is Mary. Still standing, though the paint is cracked and dry, and there's that old tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only kidding. But there's a card and there's a sad old padre. Arm in arm, we'll walk at daybreak again. The green grass of home. Yes, they've all come to see me in the shade of that old tree as they lay me
Oh.